Ben jij het type dat nooit stil kan zitten en steeds in de problemen komt? Bekijk onze video en leer hoe je overal mee weg kunt komen. Mijn broer en ik spelen graag. We amuseren ons altijd samen. Selfies nemen is ons favoriete ding om te doen. Maar we zouden wel een selfie-stick kunnen gebruiken. En dit is onze moeder. Ik denk niet dat ze ons zal vergeven voor wat we met de vaas deden. Oh, je hebt er weer een puinhoop van gemaakt. En nu verstoppen jullie je. Ik zal jullie vinden, wat er ook gebeurt. We moeten ons ergens heel onverwacht verstoppen. Gewoon geen aandacht trekken. Ik dacht dat ik iets zag. Nee, ik verbeeldde het me gewoon. De koelkast is onverwacht, maar je zult het er niet lang uithouden. Het lijkt erop dat onze moeder dit heel serieus neemt. Hallo, politie? Ik heb een noodgeval. Kom snel en stuur versterking. Oef, dat is slecht. Ze heeft zwaar geschut tevoorschijn gehaald. Maar als we ze op het verkeerde spoor zetten, kunnen we nog altijd wat tijd winnen. Volg me. Deze kant op. Ik ben ze op het spoor. Ik volg ze. Ze zijn dichtbij. Ja, hier zijn ze. Om nom nom. Een goede vermomming is 80% van de strijd. Maar afleiding helpt ook. Dat ziet er zo lekker uit. Ik neem maar één stukje. Oh, hou je me voor de gek? Tape kan alles repareren en overeind houden. Ook een heel mens. Ze zal me hier zeker niet opmerken. Ik heb echt het gevoel dat er iemand binnen is. Dat is vreemd. En dit is een klassieke zet. Wie zou de moeite nemen om je in de kast te zoeken? Nou, 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 wat hebben we hier? Wauw, wat een geweldige vondst! Niet slecht, niet slecht! Huh? Hé, hey, mam, niet eerlijk! Zeker, paps kleren zijn niet magisch. Maar het kan net zo goed een magische mantel zijn. 2-in-1. Schaakmat! Hé, hey, is daar iemand? Oh nee, mijn man heeft werk te doen. Ik hoop dat hij tegen het avondeten terug is. Oh, geweldig idee. GPS. Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Het zal de locatie van de voortvluchtige berekenen en ik zal ze snel vinden. Ik denk dat we op het punt staan opgepakt te worden. Deze kant op. Je bent er bijna. Wat?
Een kat? Ongelooflijk! Ha, hebbes! Nog steeds achter het gordijn verstopt? Breng de dingen naar een hoger niveau. Verstoppen in het gazon is een fris idee. Maar er moet aan gewerkt worden. Een betere schuilplaats zul je niet vinden. Een prullenbak is niet alleen een plek om je te verstoppen, hij is ook geweldig voor een geheime bewaking. Oh, kan je net zo goed wat oud afval weggooien. Een bananenschil, een lege fles en nog wat spullen die ik niet nodig heb. Ik denk dat dat het is. Veel beter. Mam, je handtas is enorm. Ik vraag me af of ik me erin kan verstoppen. Onzichtbaar worden? Alles is mogelijk. Glimlach en zwaai. Beleefd spreken over koetjes en kalfjes. En we zijn er bijna. Ik denk dat hij niets vermoedt. Oef. Ik denk dat ik moet beginnen om naar de sportschool te gaan. Voorzichtig, het is zwaar. Ik heb het, bedankt. Ik kan me niet herinneren dat ik zoveel spulletjes besteld heb. Maar om eerlijk te zijn, is online winkelen mijn zwakte. Oh, zo stijlvol. Ik denk dat het ons allemaal duidelijk is. Het doelwit is afgeleid. Oef, dat was niet zo gemakkelijk als ik dacht dat het zou gaan. Ik heb altijd geweten dat ik er goed uitzag in roze. Blijf kalm en koop een nieuwe handtas. Deze krant is zo saai. Mijn horoscoop staat er niet eens in. Oh, maar dat is interessant. En net wat ik nodig heb. Ik heb een baan voor echte detectives. Jij bent mijn laatste hoop. Uitdaging ervaart. En we zitten op je zaak. Dit is vermomming op hoog niveau. De situatie is ernstig en zal veel investering vragen. Ha, eenvoudig. Alle aanwijzingen wijzen erop dat... dat de vaas uit zichzelf gevallen is. Uit zichzelf? Eindelijk hebben we het happy end bereikt. Mam geloofde de detectives en is niet meer boos op ons. En pa heeft een nieuwe vaas voor haar gekocht. We hebben plezier en we spelen weer als vanouds. En we bedachten een nieuw spel. Maar er ging weer iets mis. Wat is er aan de hand? Ah! Is het ook vanzelf hierheen gevlogen?